Het Innovation in Firms in Suriname, IFS, is een financieringsproject van de IDB dat door de Competitiveness Unit Suriname, CUS, wordt uitgevoerd. CUS is een afdeling van het ministerie van HINT. Dit project is onderdeel van het Suriname Business Climate and Innovation Program, SUBSIP. Diverse Surinaamse bedrijven hebben vanuit dit project een grant ontvangen om hun projectidee vorm te geven. Ravi Nandanlal, eigenaar van B4 Agro and Food Systems, zegt vanuit de CUS benaderd te zijn om mee te doen aan deze projectfinanciering. Dit bedrijf houdt zich bezig met het telen op water, oftewel hydrocultuur. Het systeem dat zij hanteren heet Grow on Demand, telen op aanvraag. Van de 4 bedrijven die zijn benaderd, is zijn bedrijf in aanmerking gekomen voor een grant uit het IFS-project. Ram Nandanlal zegt met zijn hydrocultuur boeren te willen leren hoe op hun eigen grond peper te telen op water. We werken volgens een outgrower-systeem, dat we zeggen dat wij mensen opleiden om op hun eigen grond hydroponics te telen, dus op water te telen. En we leren hun dan in dit project om pepers te telen. En wij zorgen dan voor gegarandeerde afname. En die pepers worden dan weer verdeeld in verschillende klasses. En de A-klassen, B-klassen en C-klassen. En van daaruit wordt er ook geëxporteerd. Ram Nandanlal zegt verder dat ze naast het opzetten van een kwekerij een teststation ook grote groepen boeren willen trainen in het B4 Agro-systeem. Een agrocentrum. Een agrocentrum met een trainingsfaciliteit, met een demonstratiekas, met een packing en sorting house, met eigenlijk alle faciliteiten die nodig zijn om onze outgrowers, onze telers, nog beter van dienst te zijn. En dat centrum gaat dus zorgen dat we nog veel meer ondersteuning kunnen geven aan onze telers. Plus, we hebben ook in de grant aangevraagd een supportbijdrage voor zeker een 30-tal van die telers. Die telers investeren namelijk zelf in het project. Ze betalen ons om getraind te worden. En dan is het heel mooi dat wij dan vanuit de grant hun een extra stimulans kunnen geven om het project in te stappen. U zag Ravin Ram Nandanlal, eigenaar van B4 Agro and Food Systems. We spraken hem over zijn B4 Agro hydrocultuur systeem. Zijn bedrijf is in aanmerking gekomen voor een projectfinanciering uit het IFS-project van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB. Naast B4 Agro and Food Systems zijn ook het ananasproject van Reddy Dotti en Pierre Condré, het produceerproject van Suriname Candid Fruits en het rehabilitatieproject van de Noord-Kommerwijnen Toerisme Cluster in aanmerking gekomen voor een financiering uit het IFS-project.